Yes guys, welkom weer bij een nieuwe video. Deze video gaat over DS's, hoe je DS's kan gebruiken en hoe je eigenlijk zorgt van dat je daar winners ook mee kan vinden. Ik ga je meenemen in een hele gloednieuwe serie aan video's die ik voor je ga maken. Ik ga een compleet nieuwe store vanaf scratch met je maken via DS'ers en daar ga ik producten mee testen. Ik ga alles met jou delen. Ja. Allereerst heb ik via al deze verschillende criteria net producten gevonden. Zoals je ziet bij mijn importlist heb ik hier 20 verschillende producten staan. Deze heb ik eigenlijk uit de volgende categorieën gevonden. Woman clothing heb ik gebruikt. Toys and hobbies. Home and garden. Home appliances. Consumer electronics en beauty. Die vijf criteria heb ik gebruikt. Ik heb ongeveer 3 producten per criteria. En ik heb ook nog eentje die gewoon all categories. Ik heb wat producten van gepakt. Dus eigenlijk heb ik via deze niches 20 producten gevonden. Dat raad ik jou ook aan om te doen, om via hier bijvoorbeeld wat producten te gaan zoeken. Je kan het op orders doen, je kan het op nieuws. Je hebt verschillende soorten dingen waar je op kan gaan zoeken en dieper kan zoeken op bepaalde niches ook. Wat super handig is. Nou, ik heb deze 20 producten nu gevonden. Deze 20 producten ga ik ook helemaal testen en laten zien wat de resultaten daarvan zijn. Ik heb nog geen idee wat ze gaan doen natuurlijk in Q4, maar ik ga het gewoon helemaal met je doornemen, zodat jij ook daar wat realistische verwachtingen bij hebt bij de producten die ik test. Oké, beginnen bij het allereerste product dat ik heb uitgekozen in de vrouwencategorie niche. Ik ga ze alle 20 met je doornemen en naar mijn store pushen in deze video. Oké, dit is dus een zomerjurk voor vrouwen. Het is €11,65, goede prijs. Je ziet hier veel verkopen, veel goede recensies, aantal goede kleuren. Dus deze ga ik zeker testen. Zelfs al is het momenteel geen zomer. Vrouwen kopen eigenlijk altijd verschillende soorten artikelen. En daarom ga ik dit product ook testen en ja, kijken of het aanslaat. Oké, dan gaan we door naar het volgende product. Yes, het is een kooltrui. Prima product, ziet er netjes uit. Je ziet dat de vormen van de vrouwen hierdoor beter uit gaan zien. En ja, het is gewoon een hele suit voor vrouwen. Aantal verkoop al, het is ook voor fitness. Dus een overal aantal maten staan erbij. Het is ook weer een goed product dat we gaan verkopen. Oké, dan gaan we door naar het volgende product. Het is een herfst-lente plaid shirt. Het is voor vrouwen ook weer. Zoals je ziet gebruik ik alleen maar vrouwelijke kleding. Dus hier hebben we ook 3 verschillende varianten van deze. Die we dus gaan verkopen en die we gaan adverteren. En dan ja, gaan we kijken wat het doet. Dan gaan we door naar het volgende product. Ja, en dit is weer een lichtgevende teddybeer. Dat maakt dit product zo uniek en dat is waarom ik het wil testen. 4 verschillende varianten, 2 verschillende groottes. Oké, gaan we door. Het is een squishy product waar ja, niet alleen kinderen, maar ook volwassenen in kunnen knijpen. En, het geeft plezier, het kan stress vermijden. Het is een soort cadeautje voor kinderen. Het zal eventueel wel iets kunnen worden. Dan gaan we door naar het volgende product, wat ik ja, het echt mijn aandacht trok. Het redelijk uniek is. Redelijk weinig orders, zoals je hier momenteel ziet. Ik ga ervoor kiezen dat ik de 4 beste categorieën ga kiezen hieruit. En dan gaan we vanzelf daarin verder. Oké. Gaan we door naar een ander product dat ik ook heb gevonden via DS's. Het is een waterdicht elastische stoelcover voor in de eetkamer. Dus ja, daar ga ik ook de 4 beste varianten van uitkiezen. En dan gaan we van daaruit verder. Oké. Gaan we door naar het volgende. Dat is een draagbare kat rond waterfles. Voedsel, je kan er zowel voedsel mee geven als water. Het is 3-in-1. Dus ja, het heeft meerdere functies. Meerdere groottes kunnen we ook verkopen. Dus 4 varianten hiervan. Dan gaan we deze ook weer testen. Oké, okay, dan gaan we door naar het volgende product. Het is een linnen tafelkleed met kwastje. Het is waterdicht. Het heeft nog niet heel veel bestellingen, maar het zag er voor mij nu wel nice uit dat ik het even wil testen en kijken of het eventueel aan kan slaan. Want dat is de hele dropship game. Uiteindelijk testen. Daarvoor hebben we natuurlijk mijn bewezen product research strategie. Die heb ik toegepast op al deze producten. Oké. Okay. Ja, magnetische kabinet, vangmagneet, deurstopper, deurdranger.
Dus ja, heel simpel product, wel veel verkopen al, veel goede recensies. Daar verwacht ik dat dit wel aan kan slaan. Ga ik de vier beste varianten van uitkiezen, die pushen richting mijn store. Gaan we door naar het volgende product. Is een zakmagneet, een deurstopper weer. Dus hierin heb ik ook 2000 plus verschillende orders hier, veel recensies. Hier ga ik de vier beste kleuren van uitkiezen. En dan gaan we van daaruit verder. Oké. Gaan we naar nog een volgend product. Kledingstukken, stoomreiniger. Heeft redelijk wat sales. Deze ga ik ook zeker testen, kijken of het eventueel aan kan slaan. Oké. Nou, het is een vacuum sealer. Zeker een goed product. Probleemoplossend product. Aantal sales ook. Aantal EU gaan we natuurlijk voor. Aantal kleuren die we kunnen verkopen. Je hebt zelfs twee stuks. We gaan voor de vier beste kleuren in dit geval. Eén stuk per keer. Oké. Gaan we door naar een volgend product. Het is eigenlijk een mini Bluetooth speaker. Het is waterdicht. Het is draagbaar. Het zijn heel klein. Dus ja. Zeker de moeite waard om deze te testen op impuls. Het zijn tenen separator, dus tenen corrector. Heel simpel product, maar wel heel goed product lijkt me. Ik heb hier best wel wat positieve dingen voorbij zien komen die goed hebben gedraaid. Gaan we door naar het volgende product. In de beauty wimperkriller. Veel sales, heel simpel product, maar ja, ik ga het gewoon zeker testen en dan zien we al wel of dit aan gaat slaan. Oké. Dan hebben we een nagellak remover. Waarin je ziet van hey, die is redelijk goedkoop, maar wel probleemoplossend. Een aantal verschillende kleuren. Dus die we ook kunnen gaan testen. Oké. Door naar het volgende product. Het zijn wat schurenfiles voor pedicure en manicure, et cetera. Veel verkoop. Hierin kies ik straks de vier beste, in ieder geval, kleuren uit. En dan ga ik even kijken hoeveel varianten we hiervan kunnen gaan aanbieden. Oké. Nou, dit is een kinderbaby voetmaatschoen, ook veel sales. Dan ga ik even kijken naar de verschillende varianten voor dit product. Dan gaan we deze ook testen. Dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste product. Oké. Nou, home decor, kunstmatige garland. Dus dit is gewoon home decoratie. Ziet er redelijk nice uit. En dit kunnen we ook prima op impuls verkopen. Kijken of het eventueel aan kan slaan. Waar deze video ook over gaat, is hoe je je product dus naar je store kan pushen. Dus je hebt dus je product geselecteerd. En dan also publish to online store. En dan push to stores. En dan gaat hij richting mijn store nu. Dus je importeert het product. Via hier wat we net hebben gedaan. Dat doe je door op Add to Import List te klikken. Dan zou je bijvoorbeeld naar Check kunnen gaan. Successfully pushed one product to the store. Moet even laden. Dan zou ik deze op dezelfde manier naar de store kunnen pushen. Nou, dat ga ik in dit geval voor dit product niet doen. Dan ga ik deze verwijderen. Maar nu als ik richting mijn store zou gaan, richting deze teststore die ik met je ga delen, staat er momenteel één product in de store. En dit was eigenlijk de video over DS's. Ik hoop dat je hier superveel aan hebt gehad. En dan check je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.